Welkom bij Doe Het Zelf Ideeën. Vandaag gaan we washi paper gebruiken. Dat papier lijkt op washi tape, maar het is dan niet opgerold. Het zijn velf papier van 15 op 15 centimeter. Je kan er heel erg leuke dingen mee maken. Ik heb de washi paper vandaag gebruikt om een cadeautje mee in te pakken. Hoe ik dat heb gedaan, dat ga ik jullie nu laten zien. Wat heb je ervoor nodig? Voor deze schattige geschenkverpakking heb je natuurlijk een klein cadeautje nodig. Ik heb hier gewoon iets ingepakt met bruin inpakpapier. Je hebt natuurlijk ook washi paper nodig. Dat is dus geen gewone washi tape, dat zijn velle washi paper. Je gaat ook draad nodig hebben. Mijn draad die past qua kleur heel mooi bij het papier, was natuurlijk ook de bedoeling. We gaan er straks een strik mee maken. Je hebt ook lijm nodig. De stanser die ga ik gebruiken om de hoeken van het papier mee af te werken. Je hebt ook een potlood nodig om markeringen mee te maken, net zoals een geodriehoek en dan natuurlijk een schaar om uit te knippen en een permanente stift voor een opschrift. Ik ga beginnen met een label voor aan mijn cadeauverpakking. Ik wil er eentje van ongeveer 8 of 5 centimeter, dus dat meet ik even af met de geodriehoek. Knip dan het label uit. Dan ga je ook de stanser gebruiken om de hoeken leuk af te werken. Dan heb je nog een opschrift nodig natuurlijk. En dan kan je het label op de verpakking plakken. En daarna komt er nog een strik aan natuurlijk. De strik die plak ik dan vast met wat secondenlijm. En dat is dan het resultaat. Ik vind het een heel erg schattig cadeautje geworden. Heel erg leuk ook om de washi paper te gebruiken op deze manier. Je kan er hele toffe etiketten en labels mee maken. Ik hoop dat jullie deze video ook leuk vonden. Geef me een thumbs up als dat het geval was. En als je nog leuke ideetjes hebt voor washi paper, laat die dan zeker achter bij de reacties. Abonneer je op het kanaal en hoop ik je terug te zien bij een volgende video.